Welkom hier in Hardenberg, waar vandaag het NK plaatsvindt van de wedstrijd Hovenier. De eerste finals van Skills Heroes 2022. En twee teams, Vanjuverta en MBO, doen hier aan mee. En kunnen dus Nederlands kampioen Hovenier worden. En dit zijn ze dan, onze heroes. Joren en Nathan en Damien en Jan-Julius. Jongens, we staan hier bij jullie werkplek. Weten jullie al wat jullie moeten gaan doen? Jazeker, we hebben al een aantal tekeningen gekregen en we zijn al druk bezig met de voorbereiding. Ja. Wat vind je van het werk? Het eerste oogopslag leek eigenlijk best dan goed te doen. Maar als je dan op de details gaat kijken, dan is het toch best wel een ingewikkeld verhaal. En hoe is het met stress? Niet. Nee? Momenteel niet. Op het moment nog niet. Gezonde spanning. Zeg hem op, jongens. Ja, super bedankt. De komende 3 dagen, dus lekker knallen. Ja, zeg dat. Dag 3 van de wedstrijd en we zijn weer terug bij de tuinen. Nou, echt ongelooflijk wat deze jongens gepresteerd hebben de afgelopen dagen. Dus het is nu nog even keihard die laatste finishing touch en dan kunnen ze er niks meer aan veranderen. We gaan beginnen met de nummer 3. Dat is geworden Juverta Nijmegen met 69,92 punten. Goed, nummer 2 is geworden Iris Vel. Met 78,83 punten is Juverta Houten. Eerste plaats. Ja, lekker. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je eerste was? Ja, heel veel blijheid. Ja. Zag je dit aankomen? Heel eerlijk. Nou, toen ik hoorde dat de punten dicht op elkaar lagen, kneep ik hem wel. Ja. Nou jongens, drink er eentje op. Jullie winsten. En heel veel succes met het oefenen. Dit was het dan, het NK Hovenier 2022. En winnaars, fantastisch! Lijkt Hovenier jou nou ook zo'n geweldig vak? Meld je dan aan voor een van onze opleidingen bij Juverta MBO.